Dank u wel, voorzitter. Exemplarisch tijdens dit debat is, het is enkele keren aan de orde gekomen dat enkele decennia geleden een aantal uitspraken door de rechter werden veroordeeld en dat dat nu gemeengoed is geworden, dat dat nu regeringsbeleid is geworden. En het is ook exemplarisch dat de voorstanders van dit initiatiefvoorstel van de heer Van Klaveren het woordje moslimhaat geen enkel keer in de mond hebben genomen. Voorzitter, dit is niet de tijd om groepsbelediging, aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie uit het wetboek van strafrecht te halen. Er waait een gure, xenofobische wind door de westerse wereld. Populisten scoren met opruiende vreemdelingenhaat. Denk aan Trump in de Verenigde Staten. Denk aan Le Pen in Frankrijk. En denk aan onze eigen Geert W. De politiek, enkele politieke partijen, geven het slechte voorbeeld. En dan zie je hoe een deel van de samenleving volgt, hoe alle remmen losgaan, hoe de racistische onderbuik komt open te liggen, hoe een enorme berg racistische bagger over minderheden wordt uitgestort, een Mount Everest vol haat en discriminatie. Ik noem hier enkele voorbeelden van de site PVV-aanhangers. De ophitsende stelling die ze aan de mensen voorleggen luidt: ik neem een asielzoeker in huis. Luister hoe mensen daarop reageren. Goed idee. Stop ze in de kelder en dan lekker de gaskraan open. Als ik hem mag verzuipen, dan wel. Ja hoor, is goed. In de kruipruimte waar ook de ratten zitten. Ik neem asielzoekers in huis en steek het huis in brand. Die gasten horen thuis in een varkensstal. Voorzitter, deze voorbeelden laten zien dat het keihard nodig is dat aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie in ons wetboek van strafrecht staan. Als je de artikelen er nu uit zou halen, dan zou dat net zoiets zijn als dat je de banken op het hoogtepunt van de financiële crisis nog meer vrijheden zou geven. Na de financiële crisis hebben we de banken scherper gereguleerd. In deze racismecrisis moeten we de racisten streng straffen. Het verbaast denk ik dat er niet strenger tegen racisme en discriminatie opgetreden wordt. Voorzitter, een aantal concrete vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie. 1. Worden sites als PVV-aanhangers en PVV-stemmers actief in de gaten gehouden door het OM? 2. Hoeveel zaken zijn er de afgelopen jaren door het OM aangespannen waar het gaat om artikel 137c en 137d? 3. In hoeveel van die gevallen is het tot een daadwerkelijke veroordeling gekomen? 4. Wat is het politieke oordeel van de minister over het aantal vervolgingen? Staat het in verhouding tot tsunami van haat en discriminatie die over onze samenleving slaat? 5. Wat denkt de minister dat de gevolgen van de samenleving zijn als artikelen 137c en d worden afgeschaft? Gaat van die artikelen niet een afschrikwekkende werking uit? Verwacht de minister niet dat de racistische beerput nog verder opengaat als zij zouden worden afgeschaft? Voorzitter, het mogen duidelijk zijn. Wij vinden dat het goed dat het aanzetten tot haat en discriminatie wordt aangepakt. Maar het moet wel op een correcte en juiste manier gebeuren. Daarom hebben wij een amendement ingediend waarbij de straffen worden verdubbeld naar 2 en 4 jaar en de geldboetes een categorie worden opgehoogd. Ook moet er geen arrestatieteams van 10 agenten zoals bij Gregorius Nekschot aan te pas komen. Niet iemand zomaar 1,5 dag in voorlopige hechtenis zetten. Gewoon netjes in de rechtszaal het recht haar werk laten doen. De rechter bepaalt immers of iemand schuldig of onschuldig is. Voorzitter, ik wil iets laten horen wat de kern van dit debat raakt. Ik wil het geluid van een deel van onze samenleving laten horen. Iets wat 100.000 keren op YouTube is bekeken. Je hebt geen vrijheid door mij zomaar schaamteloos te beledigen, zwart te maken, demoniseren voor de menigte op zo'n massale schaal. Ik kan mijzelf niet verdedigen. Iedereen lijkt tegen me, van binnen breekt het me. Als mensen zonder empathie die spotprenten tekenen, als dit moet kunnen, gaan we nooit verenigen. Ik zie hoe men de naam van mijn mooie religie ruïneert, in de naam van vrijheid mijn profeet ridiculiseert. Hoe de media en politiek het cultiveert, doet me zeer. Hou me rustig, maar het voedt mijn woede meer. Al 15 jaar stigma's, 15 jaar misdaad, waar je niet naar kijkt omdat je eigen angst je blind maakt, zie dat het misgaat. De vrijheid die je claimt is nu al niks waard, omdat het jou een stiekeme racist maakt. Die schuilt achter vrijheid, zodat hij gelijk krijgt, ten koste van vrede, ten koste van rechtsgelijkheid. Mensen beginnen aan racistische stemmen te wennen. De stemming is kwellend en het helpt ons nergens verder. Hoe enger de termen en de stempels op mensen, hoe feller het racisme. Zeg me dit, hoe moet ik mezelf beschermen?
Mensen beseffen niet hoe erg ik vecht met mezelf. Ze denken niet verder dan hun eigen perceptie en kennis. Ik ben hier geboren, maar ben niet op mijn plek in het Westen, waar mensen vrijheid gebruiken om mensen te kwetsen. Het duurt niet lang meer voordat ik begin te flippen. Hoe lang gaat dit nog door? Ik heb geen zin meer om dit te pikken. Ik kijk het nieuws en zie verschrikkelijke ikken, maar mijn kant van het verhaal kan ze geen bal interesseren. Ondertussen roepen mensen minder, minder, minder. Ik probeer het weer te slikken, maar ik kan het niet verteren. Ik zoek een plekje zonder deze hinderlijke dingen. Ik zoek liefde en vertrouwen, maar dit begint van binnen. Maar hoe kan ik van mezelf houden als ik word benaderd met angst en haat? Als potentiële terrorist, jihadist, radicale extremist en voorstander van het kalifaat. Onder het mom van veiligheid geven we mensen stempels alsof ze echt een bedreiging zijn. Antillianen, Marokkanen, risicogroepen, zwarte mensen, islamieten, typische boeven. Is dit nou veiligheid? Ik voel me minder safe. Want jouw beveiliger mishandelt en fouilleert me steeds. En niet op basis van mijn daden, maar mijn kenmerken. De media is hun moraal kwijt. Sensatie gaat voor de waarheid. Leugens verspreiden, we raken verwijderd van elkaar. Respect begint meer te verdwijnen. De termen die we leren slaan een foute toon. Allochtoon, niet-westerse autochtoon, autochtoon. Wat is de gedachte hierachter? Hiërarchie. We delen rassen in klassen. Mensen roepen, er zijn gelijke kansen. Waarom moet ik me dan bewijzen van ze? Wat willen ze horen? Maak je maar niet druk, ik ben geen terrorist. Ik wil geen onschuldigen vermoorden. Waar is het nieuws als moslims leven redden of als neonazi's moskeeën tergen? Het doet me pijn dat de meeste mensen niet breder denken of willen denken, omdat ze de privilege hebben om te negeren wat mensen voelen en wat ze willen, om te bagatelliseren in plaats van dat ze leren, dat respect is van veel mensen elke dag begeren. Dat onze leiders door middel van angst regeren. Bijna iedereen is bang vandaag. Het maakt niet uit aan welke kant je staat. We hebben veel te leren van elkaar. Vertrouw elkaar en wees je angst de baas. Voorzitter, dit is de tekst van de rapper Fresco en het gaat om het lied Angst. De heer Segers. Maar voorzitter, het is een hartstochtelijk pleidooi voor respect. Er wordt respect gevraagd en dat begrijp ik. Als je wordt aangevallen en vanwege je geloofsovertuiging kan dat heel pijnlijk zijn. Daar weet ik zelf iets van, maar dat zal heer Koeze ook weten. Ik heb in mijn eigen bijdrage gezegd, respect komt altijd van twee kanten. Als je vrijheid neemt, dan geef je het ook. Zijn er afgelopen periode, daar waar de heer Koeze is begonnen met, wij zijn tegen de verharding en de verruwing, zijn er wel eens momenten geweest van enige zelfreflectie? Van, hebben wij zelf altijd op de juiste manier van die vrijheid gebruik gemaakt? In vergelijkingen die we hebben getrokken, in filmpjes die we hebben gemaakt, in hoe we andere mensen hebben bejegend. Is er wel eens een moment van zelfreflectie geweest? Denk je, dat hadden we misschien beter anders kunnen doen. Zijn die momenten er wel eens geweest? Voorzitter, elke dag weer. Het zou het pleidooi van de heer Koeze zoveel sterker maken als hij zegt, daar ben ik over de scheef gegaan en ik heb daar spijt van. En ik had dat filmpje wat zo op de persoon was gericht, waarmee ik mensen zoveel pijn heb bezorgd ook. Ook in hun culturele, sociale context. Ik had het zo niet moeten doen. Het zou zo sterk zijn bij de pleidooi voor respect en voor vrijheid en ruimte die je wil hebben en die de achterban van de heer Koeze wil hebben. Het zou zo mooi zijn, het zou zoveel sterker maken als hij zou aangeven, ik heb hier spijt van. Nou, voorzitter, die zelfreflectie die is er elke dag. En wij zien ook dat het soms nodig is om een steen in de vijver te gooien om een discussie los te laten barsten. Want als u het heeft over de filmpjes die wij maken, ja, dan hebben we het een aantal keer gedaan waarbij ik zeg van ja, het was ook echt nodig om dat op die manier te doen. Want er wordt vaak gesproken over die filmpjes, maar er wordt nooit gekeken naar waarom die jongens dat nou doen. Waarom het nou nodig is in deze tijd. En ik zie helaas, meneer Segers, zeg ik via de voorzitter, dat er veel Kamerleden zijn die hier in de Kamer een heel ander verhaal houden dan in de buitenwereld. Die van moskee tot moskee, van vereniging tot vereniging gaan om een heel ander verhaal te houden dan het stemgedrag hier in de Tweede Kamer. En dan heeft de burger het recht om te weten hoe die volksvertegenwoordigers stemmen. En wanneer we het hebben over respect en vrijheid, dan vind ik dat de burger gerespecteerd moet worden. Want daarom zitten wij hier samen met u om het land te vertegenwoordigen. En als hier in de Kamer een ander verhaal wordt gehouden dan in de buitenwereld, dan moet dat kenbaar gemaakt worden aan de buitenwereld. De heer Segers. Tot slot, mevrouw de voorzitter. Ik hoor een klacht
over de manier waarop de heer Kuzu en zijn achterban behandeld wordt. En ik zie een beschuldigende vinger richting anderen, omdat het allemaal zo vreselijk is wat ze doen. Het zou zo sterk zijn, het zou zo mooi zijn als er een moment van zelfreflectie was en als dat ook openbaar is. Niet alleen ergens in die binnenkamers dat jullie met elkaar praten, maar als het ook eens in het openbaar zou komen. Ik ga niet de woorden herhalen die u heeft herhaald, want u weet precies waar ik op doel. Ik ga niet de namen noemen en u weet precies welke namen ik in gedachten heb als ik u hierop aanspreek. Maar als we het hebben over verharding, verruwing, gebruik maken van vrijheid, oproep tot fatsoen, dan hoop ik dat u ook af en toe eens een keer in de spiegel kijkt. Voorzitter, dat doen we elke dag maar weer. En wat we ook doen, is dat we een spiegel voorhouden aan de samenleving. Dat we een spiegel voorhouden aan de politiek. Dat we onszelf afvragen waar we mee bezig zijn op het moment dat we hier in de Tweede Kamer iets heel anders propageren dan dat we buiten, in de buitenwereld doen. Dat we, wat we in de moskee doen, dan wat we in het buurthuis doen, dan dat we in de culturele vereniging doen. En ik blijf erbij, voorzitter. Mensen hebben recht om te weten wat er gebeurt hier in de Tweede Kamer. En voorzitter, die mensen die zich daartoe aangesproken voelen, die zouden zichzelf in de spiegel moeten gaan aankijken en zich moeten afvragen waar ze mee bezig zijn. Voorzitter, ik had het over de rapper Fresco en zijn lied Angst. Angst is een gevoel dat veel mensen tegenwoordig hebben. Xenofobische populisten als Trump, Le Pen en onze eigen Geert W. wakkeren die angst aan. Zij misbruiken die angst om haat en discriminatie te zaaien. Daarom zijn wij tevreden met de artikelen 137c en d in het wetboek van strafrecht. En we pleiten voor verzwaring van de straffen en het ophogen van de geldboetes. Wij zijn blij met de veroordeling van Geert W. Voorzitter, ik rond af. Het levende bewijs dat we de artikelen niet moeten schrappen zit in vak K. Dat is de hofnar Jan Roos. Het schreeuwen willen we hem niet verbieden. Maar als hij de grens overgaat, moet hij kunnen worden vervolgd. Dus wij hopen dat het Openbaar Ministerie niet alleen Geert W. in de gaten blijft houden, maar ook de klonen scherp gaat volgen. Wat Denk vraagt is heel simpel. Laat de Nederlandse rechtsstaat haar werk doen. En laat de mensen die de bescherming verdienen ook beschermd worden. Dank u wel.